Wist je dat je geen damage kan pakken als je er heel snel doorheen? Zie je het? Yo en welkom bij een gloednieuwe aflevering. Dit is aflevering 5 van Minecraft Survival. Zoals je ziet ben ik hier nog niet heel veel verder met het licht installeren. Wel ben ik aan het einde van de gang, daar heb ik een deurtje gemaakt. Want daar wil ik gaan bouwen. Ik heb ook hier deze hele onderkant waar overal waar water zat of zichtbaar was, heb ik spruce logs gedaan. Je ziet nog wel water er doorheen druppelen, dus misschien dat ik met wooden slabs en dan denk ik dark oak, want dat is een beetje dezelfde kleur als spruce logs. Dus dark oak slabs ga ik dan denk ik zo'n pad maken, zo'n gedeelte maken dat als het goed is druppelt het er dan niet meer doorheen. En anders moet ik met dark oak wood stairs gaan. Ja, dus dat is even vervelend. Ik heb dat blok met de button, dat doet het niet meer, want er zit geen functie meer aan. Die heb ik hier naar beneden verplaatst samen met de bordjes naar Taco Baby. En ik heb heel veel hoofden verzameld nog extra. Ik heb hier een gedeelte alvast uitgemined voor het Western stadje. Toch? Ja, volgens mij voor het Western stadje. Of Western of Mars. Dat is deze. Ik denk Western. Dus hier heb ik al een heel stuk uitgemined. Nou ja, het is al out of render distance, dus ja. Het is nog lang niet aan het einde van waar het moet zijn, maar al een stuk verder in ieder geval. Hier heb ik ook al een beginnetje gemaakt. Dit wordt dan het perron, zeg maar. Omdat ik nu gewoon vaak niet in de buurt ben van mijn computer en dus geen tweede account kan aanzetten, waardoor ik dus niet met mijn camera-account het kan filmen, wil ik het zo oplossen, zodat ik toch afleveringen eruit kan sturen. Want nu blijf ik elke keer van, ja, maar nou kan ik het niet opnemen met mijn camera-account. Dat is vervelend, want dan kunnen ze het niet zien. Dus ik wil het op die manier oplossen, zodat jullie dan toch afleveringen hebben. Die datapack met die hoofden, dat als je mobs killt, dat die hoofden droppen. Die hebben we nu actief staan in deze server. En ik wil daar dus een kamer gaan maken dat ik al mijn mobheads kan laten zien. Dat ik kan kijken hoeveel ik er al heb, welke ik allemaal al heb, welke ik nog moet. En natuurlijk heb je van schapen en zo allemaal verschillende kleuren. Ik heb er al een paar bij gekregen. Ik heb Impulse gekocht van een trader, een wandering trader. Ik weet niet of jullie dat hadden gezien. Of dat ik dat al eerder heb laten zien, zeg maar. Ik heb weer een Phantom hoofd erbij. Ik heb weer een Salmon hoofd erbij. Een Wandering Traders hoofd heb ik er weer bij. Ik heb een Brown Horse head. Eindelijk een paardenhoofd. En ik heb eindelijk een grijze lama van de trader. Dus dan hoef ik alleen volgens mij nog de bruine. En dan heb ik die allemaal. Schaap heb ik al 3 verschillende. En ik heb met een command kun je hoofden van players krijgen. Nou, Impulse heb ik gewoon gekocht van de Wandering Trader natuurlijk. Maar mijn eigen hoofd, Bas zijn hoofd, Nicky zijn hoofd en Nick zijn hoofd, die heb ik allemaal met een command ingespand. Omdat anders dan moet ik weer een datapack erin zetten dat er players hoofden kunnen droppen. En dan moet ik mezelf killen, Bas killen, Nicky killen en Nick killen. En Nick die heeft niet eens het server adres van dit. En Nicky wel, maar die speelt er niet echt op. Die plaatst dus alleen dat cadeautje voor mij en die helpt met technische dingen waar ik niet zoveel verstand van heb. Zoals je kan zien, al mijn gold is op. Ik zat eraan te denken om een gold farm te maken. Ja, gold farm in de Nether met pigmans. Maar binnenkort komt 1.16 uit. Willen Bas en ik naar 1.16 vanwege alle veranderingen die er in de Nether zijn ook. We gaan dan meteen over naar 1.16. Als er... En het liefst wil ik over pas als ook copyright. Het liefst zou ik willen dat er dan ook Optifine voor is. Zodat hier mijn glas... Kijk, normaal heb je dus hier lijnen zitten. Maar door Optifine is het gewoon één groot raam. En kan ik ook inzoomen. En er zijn nog meerdere voordelen aan...
op Divine. Ik wil ook hoofden van de Hermits. Wil ik gewoon kopen. Vooral de Hermits die ik kijk. Die vind ik eigenlijk het leukste om te hebben natuurlijk. Uiteindelijk kun ik altijd de rest ook nog kopen. Maar kun ik? Kan ik. Uiteindelijk kan ik de rest ook nog kopen. Maar voor nu wil ik alleen even degene die ik kijk. En laat me ook even weten in de reacties welke Hermits jullie kijken. Of jullie überhaupt Hermitcraft kijken. Want ik weet het natuurlijk niet van jullie. Ik weet dat Bas Hermitcraft volgt. Bas volgt volgens mij Mambo en Grian. Nick en Nicky in hoofd heb ik natuurlijk vanwege dat ik die villages een hoofd wil geven. Zodat ze niet alleen de name tag hebben, maar ook het hoofd. Waar heb ik de barrels gestopt? Oh, hier. Oh, ik hoop zo. Weet je wat ik wil? Ik wil gewoon dat mijn beest uitgebreid wordt. En dan wil ik gewoon al mijn storage gewoon automatisch beneden doen. Gewoon automatisch sorter en hoppakee. Maar dat gaat daar naartoe. En daar moet die coördinaten moet ik dan eventjes daarboven hangen. Voor het westeren stadje kan daar hangen. En voor het farms en zo kan daar hangen. Dan heb ik hier nog maar één bordje hangen. En dan kan ik gewoon hier verder naar achter voor de rest van mijn base. Want ik denk dat jullie ook wel zitten te wachten voordat ik verder ga met de rest van mijn base. Natuurlijk hebben we hier ook nog het platform. Platform. En de muren. Die wil ik eigenlijk misschien ook wel deze aflevering doen. Maar dat weet ik allemaal nog niet. Ik heb veel te veel wat ik allemaal wil doen. Dus ik ga dit uitminen. En de vloer erin leggen. En ik kan jullie wel even meenemen naar hoe dit er straks uit komt te zien. Als jullie heel even wachten. Yes! Kijk eens. Nou ja, hier heb ik natuurlijk alleen Steve hoofden gebruikt. Omdat ik, ja, in creative heb je niet zo heel veel keuzes in hoofden. Ik had hier ook wat geprobeerd met texture van stripped blocks in het frame. Dat vind ik iets minder mooi. Ik vind dit wat mooier. Wel wil ik die texture erin houden van het sand en de smooth sandstone. En de, volgens mij is dit stripped ook. Niet kijken. Stripped birch locks. Sorry, stripped birch locks met birch planks. Dus ik ga nu verder bouwen en dan check ik jullie wel daarna weer. Check jullie later. Hoe wil je er doorheen praten? Ja hoor, Bas is er, jullie hoorden hem. Wow, oké. Je schreeuw werd halverwege onderbroken en daarna ging je een paar seconden later weer verder. Oh, zo. Oké, maar ik heb net dus de intro opgenomen en ik ben nu dus resources aan het verzamelen. En ik bedacht me net dat ik ben vergeten, vorige aflevering had ik beloofd dat ik jullie mee zou nemen in deze aflevering naar de tour van Bas en Bees. Van het stukje wat ik al had opgenomen. Dus, veel kijkplezier naar de tour van Bas en Bees. En, Bas. Ja? Heb je nu alweer wat meer veranderingen gemaakt? Ja, sowieso beneden. Beneden? Alles wat steen was, is wat bijna gras. Oh, sorry. Dus, nou ja, niet bijna alles. Niet bijna alles, maar een heel groot gedeelte. Nice. Dan laat ik ze nu even naar die beelden kijken. In de tussentijd dat ik naar jou toe loop. En dan, wanneer ik bij jou ben, dan doen we even een nieuw toertje. Van je nieuwe dingetje, ja. Ja. Ik ga even naar Bas toe, want Bas zegt dat hij een heleboel updates heeft gedaan aan zijn huis. Dat zijn huis er super tof uitziet. Ja. Ja, wauw, dat was laag. Aan de bovenkant. Oh. Je had hier ook bij je boekenkasten had je zo'n ding rechtstreeks naar boven voor bijna. Ja, hoofd. Maar laat ons eerst mijn kelpvang zien. Dit is ook een stuk groter dan dat ik het de laatste keer heb gezien. Ja, dat is toch wel, hè? Ja. Huh?
Hup. Wat? Hup. Hup. Zwemmen. Ja, indoor zwem. Indoor zwempool. Yes. Kijk eens hier, zo. Oh. Wow. Al die kelp. En die draait kelp blokken, die kun je weer gebruiken als fuel. Ja, klopt. Ik gebruik voor nu nog heel even kool, maar daarna wordt het... Ja, omdat je die supergrote farm hier hebt. Oh, 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 ja. Kijk, hier was vroeger je... Tada! Hier was vroeger je farm, toch? Je dierenfarm. En dan staat hier die ladder naar beneden, toch? Ja, dat klopt. Okay. Dat is allemaal aangepast. En dit loopt dood. Oh, wow, hallo. Wat ga je hier doen, meneer? Dit heb je mij nog niet verteld. Dat weet ik niet. Je moet wel even... Ja. Wow. Dit is ook veel verder dan dat ik het had gezien. Want die trap, die zat eerst hier. Die zat dus ja, aan de rechterkant. Ja. En toen dacht ik, nou, het is misschien een mooie idee om die trap in het midden. Toen ging ik kijken, toen dacht ik, ja. 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 Maar hoe kom je nu naar buiten dan? Want je hebt nu hierboven dit gedeelte. Dan heb je hier een mooi huisje. Oh, dit is de Nether Fortress en hier komen je villagers, of niet? Ja. Ja, dat dacht ik wel. Ik zag het aan de layout. Kijk. Oh, mijn spruisbomen. Dit is waar ik mijn spruishout altijd haal. Ja. Kijk, en hoe we naar buiten gaan, is gewoon achter een gat. Oh, dus als je binnenkomt is het la-di-da-di-da. Trap, auw. Ja, maar ja. Oh, en smooth quartz, niet eens gewone quartz, gewoon smooth quartz. Ja. Een rijke man hoor. Different rich out here. Yes. En dan is dit nog steeds allemaal lelijk in de auto. Ja, wat allemaal met rust. En heb je je oude ingang ook nog? Huh? Ja hoor, hij heeft ook nog zijn oude ingang. Ja, dit gaat wel dicht. Snap ik. En dan gaat die twee banners achter twee banners. Oh, dat gaat weer naar je villagers. Oh, ja, wat slim. Ik wil gaan doen. Huh? Hij heeft al die farm dingen kapot gemaakt. Ja, dit is trouwens niet eens de farmer. Waarom staat een cleric op de compost? Ik heb geen idee. Villagers, dat is echt normaal. Oh, geniaal. Maar wat ik wil doen hier, is ik wil dit eigenlijk, als die villagers daar naar mijn plek zijn, wil ik dit gedeelte weer allemaal dichtmaken, op met stone. Dat alleen nog vanaf hier een gang is, zo hier naartoe. Dus dan gaat dit dicht waar ze nu zijn en dan dicht waar die bedden nu zijn. En je kan nu een minecart kan je terug omhoog sturen zonder dat hij naar beneden komt. En als je er zelf niet in zit. Komt ie. Nee, hij komt weer naar beneden. Hoe dan? Ik heb het getest. Ik test het nu ook, maar hij komt weer naar beneden. Kijk, daar gaat hij, blijf staan. En... Hier. Huh? Toen net ging hij daar naar beneden waar jij stond. Lol. Oké. Okay. Kan het terugkijken op de video als deze online is. Dan kun je zien dat hij weer naar beneden komt. Is goed. Dikkie. Oh, en nou kan ik ook meteen laten zien. Moet ik naar beneden komen dan? Nee, ik hoef niet aan jou te laten zien, aan de kijkers bedoel ik. Ja, maar mag ik het ook zien? Oh ja hoor, maar jij weet het denk ik wel. Die potsel. Potsel? Ja, oké, niet eens. Weet je nog dat ik zei, ja, de metrostations zijn nog niet helemaal af, want ik wilde nog blokken in toevoegen. Oh ja. Bij dat ene stukje, die potsel. Ja. Ja, ik heb nu toch die Silk Touch pickaxe. Klopt. Dus ik heb, toen ik bij jou ook was om, deze moet ik naar beneden, om spruce wood te hakken, toen heb ik ook potsel gemined. Ah. Ik kwam trouwens even lopen in plaats van met de minecart, dat ik niet de minecart zo horen met jou staan. Oh. Kijk. Maar ja, aan de zijkant, toch? Oh ja, je hebt potsel nu wel. Nice. Zal ik het nu gewoon een shovel leggen? Nee! Als het goed is, kom ik nu precies uit. Oeps. Ik heb niks gedaan. Bam, precies.
Ja, maar jij hebt Silk Touch op de ship. Ah, Thorns, ik kreeg hit. Nou, dit is een beetje wat ik in gedachten had al. Ik heb misschien een lok gestript. Nee. Helemaal niet. Ik niet hoort jou. Ja, meneer. Au. Wist je dat je geen damage kan pakken als je er heel snel doorheen? Ik zie het. Nee. Waarom is dit een film? Het is me twee keer gelukt. Dus ik was er echt wel zeker van. Dat ik dacht, ja, het gaat lukken. Kijk. Nu gaat het wel lukken. Wie is Bas? Bas wilde mij wat laten zien. Oh. Jij wilde, want je had wat veranderd in mijn metrostation of mijn metrostation bij jou? Ah, mijn metrostation bij jou. Ah, niet hier. Oh. Je hebt hier niks veranderd. Je hebt het hier buiten veranderd. Ik zag het tussendoor. Oeh, nice. Wat? Oh, jij bent daar? Ja, hallo. Kijk, dit is allemaal steen. Dit was allemaal steen en is nu allemaal gras geworden. Kijk, dat is een mooi huis op de berg. Nee, ik ga dood als je dat doet. Niet doen. Dat was niet eens zo'n plan. Ik hoorde het gewoon naartoe lopen te zijn. Nee, dat was, nou ja, dat kan ik met jou. Waar komen deze vandaan? Ah, nou heb jij de bed omen effect. Dat kan ik nu in mijn huis niet meer in. Dory. Nou, dat was het huistoer. Dat was de huistoer van Bas. Ik kan wel je huis in. Ja, ik ga gewoon mijn huis in. Ik ga alles reden. Mwah. Hey, hallo. Misschien. Wat is dit nou, Bas? Bas, wacht. Wat is dit nou? Ja. Wat is dat? Bas. Bas. Ja, nee, alles is van steen veranderd naar beurt. Sst, je bent ook verdacht, stil. Sst, niks gezien. Oh, het is echt nice, man. Oh. Ik weet alleen niet waar ze spawnen. Achter je, links. Oh, hallo. Ik wil er eventjes aan hoofd ook. Yes, ik heb zijn hoofd! Eh? Oh my god! Du. Nice! Nou, ja, jij had nog geen crossbow, hè? Nou, mag jij hem hebben? Nee. Yeah. Oh, dit is zo cool! Nice. Au, ik sta aan de fik. Au, au. Jee, oké, nou verder met de huis. Dus. Ja, huis toe. Hoofdjes van Bas. Dit hadden ze vast dus al gezien. Ja, maar ik weet niet of ze al jouw hoofd hier al hadden zien. Dat weet ik niet zeker. En deze boekenkasten hadden ze denk ik ook nog niet gezien. Denk ik ook niet. En ik had de vloer had ik ook al veranderd. Ja, bij villages had je ook iets veranderd, toch? Nee. Ik heb verder niks bij de villages veranderd. Nee. Alleen het glas. Ja, hier, dat glas. Ja, het glas. Ja. Glas en quartz, glas en quartz. En dat is dicht, nee. Dat was eerst open, volgens mij. Ja, klopt. Hop. En dit is helemaal met quartz en birch. Dat heb ik ook veranderd. En hier de gang. Of naar de... Ja, de doorgang naar mijn oude base. Je oude base. Dat is zo raar om het nu al steeds oud. Om nu al te zeggen je oude base. Yeah. Nee, dus dan gaan we hier naar beneden. Oh, dit moet raam. Nog allemaal met. Oh ja, want hier was al dat gewone brik. Waar ook mijn villagers? Ja, hier was het gewone brik, zeg maar. Hier kwam je naar beneden. En hier was dan de grot. Wow, die nu afgesloten is eindelijk. Dat je niet meer naar buiten toe kan. Ja. Met je bamboe farm. Met je bamboe die je van mij hebt gekregen. Nog meer sugarcane. Woe. Oh. Okay. En dan? Mooie watervallen. Oh, ga jij nou heen?
Oh, ik wist dat dit geheim er al was, maar ik wil het even doen voor de kijkers. Zo van, oh, jij blijft daar staan. Oké. Okay. Ja. Ik wil het zeggen, anders dan word ik straks gesmoosht. En hier wil ik nog verder dingen naar beneden gaan maken. Ja. Tom, tom, tom. Dit is onder de trap buiten. Dit is de grote trap waar ik als eerste op ging toen de raid begon, zeg maar. Ja. Nou, bedankt voor de update tour van je tour. Alsjeblieft. Graag gedaan voor de tour. Tour. En dan ga ik door de nether terug, want ik heb... Doe af en zo. Ja, is goed. Ik ga even door de nether terug, want ik heb meer glowstone nodig, want ik kan geen redstone lamps meer maken. Nou, ik zie dat de video alweer langer dan 20 minuten duurt en bij deze wil ik hem dus ook afsluiten. Hopelijk vinden jullie het niet erg dat deze aflevering bijna alleen maar bestaat uit de rondtour van Pas zijn base. En ik check jullie volgende aflevering hier al, waar zijn we hier, denken jullie? Dit is het einde van de tunnel. Allebei de kanten naar het moderne stadje waar ook de farms zijn. En dan gaan we hier beginnen met farms bouwen. Dus check jullie dan.